moeite heeft genomen om even naar mijn verhaal te luisteren. Mijn naam is Petra Ruijs en ik hoop met uw hulp de trotse eigenaar te mogen worden van MSC Jordaan. MSC Jordaan is het schip dat een aantal keren per week uitvaart over het Amsterdamse IJ. En in de afgelopen 7 jaar hebben wij inmiddels 73.000 gasten mogen verwelkomen aan boord. Daar zijn we apentrots op. En weet u, de gezelligheid spat van dit schip af. Door naar het filmpje te kijken waarin ons muzikale duo Erie en Nancy hun verhaal doen, begrijpt u direct wat ik bedoel. Geniet van de sfeer en van de beelden die voorbij komen. En dat deze aanleiding mogen zijn voor u om deel te nemen in deze crowdfunding. En u natuurlijk te mogen verwelkomen op dit unieke schip. Nancy en ik ben 42 en ik woon in Zwaag. In het dagelijks leven werk ik op de Jordaanboot. Het is een partyboot. Een echte Amsterdamse boot ook. Elke avond vaart deze sfeervolle partyboot door de bontverlichte grachten van de Jordaan met Nancy aan het entertainmentroer. We hebben een heel programma van 4 uur. De eerste half uurtje is echt Amsterdam. Sta ik weer in een baaien rok en stola om. En lekker echt die hele ouderwetse Amsterdamse liedjes. Als de lente komt, dan samen zingen met mijn zwager, Eddie. Ik zing al 10 jaar samen met Nancy. Op festival gebruik ik partijen en alles in een teletoestand. We zingen nu ongeveer 5 jaar op de boot. Ja, dat is trek. Dat is elk weekend feest en dat is geweldig. Mijn man doet het geluid. Nancy is eigenlijk gewoon een volkszangeres. Ja, ze zingt eigenlijk met gevoel en dat merken de mensen ook. Ja, dan denk ik dat je toch wel de volkszangeres bent als je met gevoel kan zingen. En mijn zoon zit in de bediening. Mijn hele familie staat eigenlijk hier om te werken ieder weekend op de boot. Hij staat op het dak van het eten van hier. En dat doet niemand voor zich. Ga erop! Ga van de dak af! We hebben een echte lift in de dansvloer zitten. Dus het buffet, compleet warm en koud buffet, komt uit de dansvloer omhoog. Echte Hollandse pot, zuurkool, hutspot, boerenkool en echte worsten, speklappen en gehaktballen. En het maakt echt met de jus-lepel een kuiltje jus, echt ouderwets. Ik heb wel reuma, maar als ik gewoon niet te lang sta, dan gaat het helemaal goed. En ja, als je op dat podium staat, dan word je zo, je adrenaline gaat gewoon stromen en dan word je gewoon opgeleid door het publiek. Dus ja, dan heb je af en toe wel eens kans om gewoon een half uurtje kan blijven staan, hoor.